omzet voor zakelijk gebruik. En nou, dat gaan we, krijgen we een aantal praktische tips over hoe je dat voor jezelf kunt inzetten. Hoe je een goed profiel maakt door middel van de juiste zoekwoorden. En daardoor beter wordt gevonden op LinkedIn en op Google. Dus dat, dat komt de komende uren langs. Nou, even kort wat over mijzelf. Dit verhaal heb ik jullie al eens eerder verteld. Maar goed, ik heb dus mijn eigen communicatiebureau en heb mezelf gespecialiseerd in LinkedIn. En de training die hieruit is voortgekomen, die heb ik dus helemaal zelf ontwikkeld. En inmiddels al heel veel bedrijven gegeven. LinkedIn is in 2003 opgericht en het is momenteel het grootste zakelijke netwerk ter wereld. Er is eigenlijk geen alternatief of een concurrent van LinkedIn op dit formaat. In Nederland zijn er 3,2 miljoen accounts. Wereldwijd zijn het er rond 150 miljoen. En die 3,2 is zeg maar de top van het bedrijf. Het zijn managers, directeuren, inkopers, HR-mensen, marketing. Zeg maar de administratieve medewerkers of de productiemedewerkers, die zul je minder snel op LinkedIn zien. Dus als jouw doelgroep managers of directeuren zijn, en die uiteindelijk beslissen om met jouw zaak te doen, dan is LinkedIn een goed platform om te gebruiken. Het is ook echt alleen voor de business-to-business gericht. Voor business-to-consumer kun je beter een ander platform gebruiken, zoals een Twitter of een Facebook. Dus door hier in dit vakje iets te typen, bijvoorbeeld vandaag een offerte uitgebracht voor een hele grote klant die het uitbesteden van iets wil ofzo. Of een interessant artikel uit jouw branche. Iets wat er speelt, een nieuwe bijtellingsregel of een concurrent die failliet is ofzo. Dat soort dingen kun je hierin delen, als dat relevant is voor de branche natuurlijk. En doordat je dat deelt, kom je natuurlijk weer even onder de aandacht bij je contacten. Let daar van makers. Hieronder staat Who's Future Profile. Klikken we daar wel eens op? Oh ja, wie heeft uw profiel bekeken? Ja, wie heeft uw profiel bekeken? Ja. Nou, dit is nou een super knop om naar te kijken, want hier kun je zien wie jouw profiel bezoekt. Wie hem heeft bezocht. Ja. Kijk, en dan zie je dus hier. Wie heeft er een betaald account? Niemand. Nou, dat is mooi, want ik heb wel een betaald account, dus dan kan ik jullie gelijk vertellen of dat zin heeft of niet. Met een gratis account kun je maar 5 mensen zien. Dus dat betekent, als ik nu al jullie profielen bezoek, dan sta ik bovenaan en is die onderste persoon die is verdwenen. Dan naar de summary. En in je summary vertel je een verhaaltje over jezelf. Wat je hebt gedaan. Of persoonlijke informatie. En het staat onderaan op je profiel. Klik dan maar even op bewerken. En wie van jullie heeft een LinkedIn-app op zijn telefoon? Nee, ik heb zin in. LinkedIn-app? Oké. Ik heb er eigenlijk twee cijfers nog aan hier. Wat lastig dan. Nee, maar via de LinkedIn-app kun je in ieder geval ook je contacten synchroniseren en bekijken. En wat het voordeel daarvan is, moet ik even inloggen dan. Als ik natuurlijk ergens, stel ik heb een met Toon een afspraak. En wij zijn geconnect met elkaar, maar ik sta in de file, ik kom later, dus ik moet de Toon even laten weten. Dan kan ik vanuit mijn app, kan ik op zoek gaan naar mijn contacten. Is dat met je contacten, daar staan twee knoppen onder. En dat is namelijk bel of mail. En als je op die belknop drukt, gaat die telefoon vanuit de app gelijk naar de belfunctie en pakt die dit nummer wat hier staat. Dus als je een connectie bent met iemand en je weet even zijn telefoonnummer niet of je hebt zijn kaartje niet bij de hand, dan kun je altijd vanuit de app via de telefoonnummer bellen. Dus ik zou zeggen, voeg dit even toe. Maar dan kun je zelf kiezen of je daar je zakelijke 06 of je vaste nummer. Je kan één telefoonnummer toevoegen.